Welkom op de derde editie van Netwerk Ato Shell, de Business Club, de Brabant Club, samen met VOCA, VKW en Unizo. We zijn verheugd u terug in Heitalla hier te ontmoeten. Het is de derde keer na onze Herman van Rompuy en Chris, moet ik zeggen, hebben we nu een dame. En het toeval is dat ik ze gisteren aan tafel ook had op het IMEC 30-jarig congres. En we hadden het uiteraard heel even over het voetbal, maar daar gaan we niet over vertellen vanavond, hebben we afgesproken. Maar toen ze zei van, Jan, je gaat toch niet het voorwoord geven? En toen ik zei, ja, ik ga dat doen. Ah ja, ga jij dat doen? En wat ga je zeggen over mij? Toen dacht ik, nee, we hebben een dame gekozen en ik ga onmiddellijk het woord geven aan de dame die jou zal inleiden, Veronique. Dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen dat ik persoonlijk blij ben dat we een vrouw hebben kunnen vragen en strikken om vandaag de keynote speech te doen. Voor deze derde editie van Netwerk Ato Shell, die we nu al een aantal jaar organiseren, de Business Club en de Brabant Club van OHL, samen met de drie organisaties uit de regio, VOCA, VKW en Unizo. En ik vind het fijn dat we vandaag een dame hebben die er al verschillende jaren, en als ik me niet vergis, sinds 2006, naar streeft om onze Vlaamse bedrijven te doen dromen van buiten België actief te gaan worden. Die hen ook leert om de vleugels uit te slaan. En ik ga dus niet langer de tijd opnemen. Ik hoop dat jullie allemaal een heel boeiende avond gaan hebben. Niet alleen tijdens de keynote speech, maar ook zeker nadien tijdens de receptie om interessante contacten te leggen. Mevrouw Dierekaerts, ik geef graag het woord. Dank u wel. Goedenavond. Ja, als ik hoor wie mij hier vooraf gegaan is, twee dingen. Ofwel ben ik fijn de carrière, ofwel staat er mij nog een boeiende carrière te wachten. Je mocht kiezen. Leuk om hier te zijn. Ik had inderdaad aan Jan gezegd, alsjeblieft spreek niet over voetbal, want ik ken daar niks van. Gelukkig schijnt het. Maar toch, toen ik gevraagd werd voor dat interview, en dat is al een ganse tijd voor dit gesprek eigenlijk, dat is al een ganse tijd geleden, dan had ik zoiets van, economie en voetbal doet mij een beetje denken aan brood en spelen. En ik heb daar dan toch iets meer over nagedacht. En dan eigenlijk, economie en voetbal kan je voor een stukje gaan vergelijken, want ook in de economie moet je altijd in het oog houden wat je tegenstander doet. Je moet zorgen dat je net voor je tegenstander bij die bal, die dan in ons geval het zaken doen is, dat je daar bent, of in het geval bijvoorbeeld van IMEC, dat je net die innovatie eerst hebt vooraleer dat een ander eraan komt. En wat ook belangrijk is, is dat je een goede coach hebt. Nu, een goede coach, VOCA, Unizo, VKW en natuurlijk Flanders Investment en Trade, mijn agentschap, als het gaat over internationaal ondernemen. Flanders Investment en Trade is een zelfstandig agentschap van de Vlaamse overheid. Wat wil zeggen, wij hebben een beheersovereenkomst met onze voogdijminister, met de Vlaamse regering. In ons geval is dat nu Chris Peters. En wij hebben twee opdrachten. De eerste opdracht is om Vlaamse bedrijven te helpen exporteren wereldwijd. We hebben een 101 posten in het buitenland daarvoor. En de tweede opdracht is het aantrekken van buitenlandse investeringen. En als u een klein beetje de actualiteit volgt, ik zal straks ook even de cijfers geven, dat is niet onbelangrijk voor onze Vlaamse economie. U moet rekenen dat 4 op de 10 jobs direct worden gegenereerd door geglobaliseerde ondernemingen. Dat is niet weinig. Mocht u daar nog eens de overheidsjobs bij tellen, dan schiet er maar een klein fragment meer over dat door anderen gegenereerd. Goed, ik hou niet van speeches. Ik heb hier een speech van 15 bladzijden. Maar ik hou daar eigenlijk niet van. Ik loop graag rond. Ik hoop dat u dat niet stoort. En ik ga u een presentatie geven. Ik ga u meenemen eigenlijk in wat mijn dagdagelijkse wereld is. En als iets niet duidelijk is, dan zegt u het maar. U mag gerust onderbreken. U mag gerust vragen stellen. En af en toe zal u merken, en dat is niet uit snobisme, maar ik ben ook gewoon om dat in het Engels te doen, dat ik het woord niet meer vind in het Nederlands en het dan in meestal slecht Engels, maar toch Engels, zal zeggen. Dus als u mij toestaat, ga ik even van het podium gaan, want eigenlijk zijn de slides belangrijker. Nu,
De eerste vraag is natuurlijk, hoe scoren wij in Vlaanderen? Als je de pers erop naleest, dan is alles wat wij doen en alles wat gebeurt slecht. Dan zitten we in een slechte omgeving, dan zijn onze bedrijven fraudeurs, dan gaan we achteruit, enzovoort, enzoverder. Eigenlijk is dat niet waar. Dat is helemaal niet waar. Vlaanderen scoort goed. Wij komen uit de meeste studies als een super trading nation en worden door Cushman & Wakefield zeer hoog geplaatst als het gaat over onze logistiek. Je mag verder doen hoor. Als je dat eens gaat bekijken op een wereldranglijst waar Vlaanderen staat, we staan nummer 4 als globalized economy na Hongkong, Singapore en Ierland. Nu, Hongkong, Singapore zal u niet verwonderen, dat zijn kleine staten of stadstaten, die leven van havenverkeer. En Ierland, waarom Ierland? Omdat in Ierland er een nominaal vennootschapstarief is van 12,5%, wat ervoor gezorgd heeft dat de Starbucks en de Googles en de Microsofts van deze wereld daar hun Europese zetel hebben gevestigd. Als je gaat kijken naar de exportratio, en de exportratio is iets eigenlijk een vrij moeilijk begrip, want dat kan boven de 100% gaan, dat is de verhouding van uw export tegenover uw bruto binnenlands product. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk 134% van ons bruto binnenlands product gaan exporteren. Dat zal u ook niet verbazen met onze havens, dat er eigenlijk meer geëxporteerd wordt dan er hier in Vlaanderen wordt opgeleverd. En daar ook weer zie je de twee stadstaten, zal ik maar zeggen. En de derde in de rij is Luxemburg. Dat zal ook niemand verbazen omwille van de kapitaalstromen door de banken en de grote verzekeringsmaatschappijen. Als je kijkt naar België, in 2012 stonden we op nummer 13 in de wereldexport van goederen. U gaat zien, soms heb ik nog cijfers van 2012, niet van 2002, maar van 2012, omdat de cijfers van 2013 van de Nationale Bank pas in mei, juni aankomen en wij die dan nog moeten verwerken. Vlaanderen alleen stond op nummer 15. Wij zijn goed voor 83% gemiddeld van totaal van de Belgische export is Vlaamse export. En de wereldexport van diensten voor 2012 stonden we ook op plaats nummer 15. Ja. Mocht je dat regionaal bekijken, dan zal Brussel het beste scoren. Waarom? Omdat de headquarters van heel veel grote banken, verzekeringsmaatschappijen, dienstverleners in Brussel gevestigd zijn. Ja, dit zal heel moeilijk zijn voor jullie om te zien. Maar wat ik hier met die slide eigenlijk wil aantonen, is dat we eigenlijk vrij goed doen. Als je gaat kijken, het criterium is altijd van te zeggen Duitsland. Hè. Duitsland, als je dat gaat bekijken, de totale export in miljard euro is 1094, maar op een bevolking van 81 miljoen. Wij in Vlaanderen met 6 miljoen 3 doen toch ook wel 289 miljard euro. Dat zal nu iets meer zijn, 296 zijn voor 2013. En als je naar de exportratio gaat kijken, dus ik heb je dat daar straks uitgelegd, dan zie je dat Vlaanderen het hoogst van al scoort. België zit aan 92%, Nederland, onze grote concurrent als het over logistiek gaat, 85%. Maar kijk bijvoorbeeld Duitsland aan 41%. Je moet dus ook naar Frankrijk kijken. Dus wij doen 289 voor 2012. Frankrijk doet 443 miljard euro voor zo'n groot land. Ter informatie, onze collega's die dus hetzelfde doen als wij, maar dan voor de Franse markt, die behandelen per jaar 30.000 vragen van bedrijven. Wij met Flanders Investment & Trade zitten aan bijna 18.000 vragen per jaar. Dat geeft u een idee van de verhoudingen. Dus als men zegt het is niet oké, zo slecht is het niet. Hier ook, als je kijkt naar het aandeel in de wereldexport van goederen, dan zitten we aan 2,02% nog altijd voor 2012 en Nederland zit aan 3,56. Ik zal straks uitleggen waarom daar zo'n groot verschil zit en waardoor dat voor een stuk veroorzaakt wordt. Met al die cijfers wil ik niet zeggen dat we geen tandje moeten bijsteken, want het was Christine Lagarde die zei, the global sense of the economy are shifting, wat wil zeggen dat als we willen bijblijven, dat we echt een tandje gaan moeten bijsteken naar innovatie, ook naar het creëren van een stabiele
administratieve en fiscale omgeving, dat we gaan moeten ophouden met telkens weer de notionele interest in vraag te stellen, dat we echt iets gaan moeten doen aan onze loonkosten. Ik zal u dat straks uitleggen waarom dat zo belangrijk is. Maar ik denk dat we daar, want ik denk achteraan in de zaal dat niemand ziet wat op die slide staat, mag de volgende slide zijn. Waarom vinden wij, vindt de Vlaamse overheid, de Vlaamse regering en wij zelf natuurlijk, waarom vinden wij het zo belangrijk om internationaal ondernemen te gaan stimuleren? Wel, heel eenvoudig, wij zien dat internationaliserende bedrijven sneller groeien, productiever werken, beter bestand zijn tegen de crisis. Waarom? Omdat het risico gespreid wordt. Het is ook normaal dat je sneller groeit, want je Europese markt is een beperkte markt, laat staan uw Vlaamse of uw Belgische markt. Dus als je echt wil groeien, moet je wel verder gaan kijken dan die Europese grenzen. Als je dan vraagt hoeveel exporteurs zijn er op dit moment in Vlaanderen, is het een moeilijk gegeven, omdat je eigenlijk je export buiten de Europese Unie maar moet aangeven vanaf het moment dat je boven 1 miljoen euro zit. Ooit een beslissing geweest van minister Van Quickenbonen. Dus men zegt nu, een 17.000 bedrijven zouden in Vlaanderen exporteren, maar de facto zijn dat er natuurlijk veel meer, omdat je het intracommunautair verkeer er niet bij hebt. Wat zijn de uitdagingen? Dus u heeft allemaal gehoord van Vlaanderen in actie. We hebben daar deze morgen nog een boeiend seminarie over gehad met Koenraad de Bakker van de KUL uiteraard, die de voorzitter is ook van de Raad der Wijzen van Vlaanderen in actie. Meer exporteurs, wat wil zeggen dat wij meer en meer bedrijven over de streep gaan moeten trekken om toch verder te gaan kijken dan alleen maar Vlaanderen, België of Europa. De tweede uitdaging is zeker om de export buiten de EU te laten groeien, ten nadele eigenlijk wel van de intra-EU. Waarom? We hebben gezien in 2009 wat een terugval van de consumptie bijvoorbeeld in Zuid-Europa heeft veroorzaakt aan effect op ons eigen exportcijfer en op onze economie. Nu, daar hebben we al wel een eindje afgelegd, want we zijn al jaren zeer zwaar aan het inzetten op de groeimarkten. En als je kijkt, in 2002 ging nog 72,2% van onze export naar de EU-15, dus dat is veel kleiner dan wat het vandaag is. En nu is dat al maar 63,6% meer, dus buiten de EU dat stijgt. En dat is eigenlijk wel heel belangrijk, precies om dat risico te gaan spreiden. Er is nog veel werk aan de winkel, want het blijft nog altijd gemakkelijk om net buiten de deur. Want als je weet dat van die 63% een kleine 80% naar de buurlanden gaat, dan zie je wel dat er een probleem is van concentratie van die export en dan om echt je risico te spreiden, dat je verder moet gaan dan dat. Wat zien we ook? Dat is dat de meeste toegevoegde waarden, en er bestaan daar fantastische economisten en instituten voor om dat te berekenen, dat hoogtechnologische producten de hoogste toegevoegde waarde geven. Dat blijkt ook uit een onderzoek ook van de KUL, dat vanmorgen ook gepresenteerd is, dat dat ook meer jobs gaat genereren. Zij het wel hoger geschoolde jobs, maar dat dat toch wel veel meer jobs genereert. En om dan de vergelijking van daar straks door te trekken, als je ziet, Duitsland exportkampioen, waarom presteert Duitsland zo goed? Omdat je één dat handelsmerk hebt, Made in Germany, dat nog altijd staat voor kwaliteit en degelijkheid. En twee, dat zij iets maken wat moeilijk nabootsbaar is. Dat is machines, meestal met een hoogtechnologisch component, maar moeilijker nabootsbaar dan wat wij doen. En onze belangrijkste producten in de export is chemie en farma. En eigenlijk is dat iets wat je overal kan gaan doen. Als je ziet, tot voor 6 maanden waren wij de tweede grootste chemiecluster in de wereld, na Houston, Texas. Nu zijn we al voorbijgestoken door de Saoedi's, die daar een fantastische... Enfin, ik ga daar niet naartoe, omdat ik mij niet wens om te kleden in wat ik niet ben. Maar de collega's die wel geweest zijn, hebben daar de petrochemiecluster bezocht. En dat schijnt heel indrukwekkend te zijn. En ook de Chinezen zitten ons op de hielen. Dus we schommelen nu ergens tussen 3e en 4e chemische cluster in de wereld, die
in Antwerpen gevestigd is natuurlijk. Als je naar de Hollandse exportcijfers gaat kijken, waarom presteren die beter? Omdat het grootste deel van hun export gerelateerd is aan petrochemie. En dat wil zeggen dat het exportcijfer ook beïnvloed wordt door de koers van de barrel crude oil, dus van een vat ruwe olie, en door de koers van de dollar tegenover de euro. Dus dan kunnen zij in meer of in mindere mate, dan zie je dat vrij spectaculair stijgen of dalen. Dus je moet proberen appels met appels te vergelijken. Waarmee ik nog eens niet wil zeggen dat we geen tandje gaan moeten bijsteken. Volgende slide. Als je dat dan, je kan dat eigenlijk mooi volgen. Dit is Duitsland. Dus je ziet hier mooi de dip van 2008-2009 en er dan terug uit. En als je dan gaat kijken, de groene streep hier is Nederland. Dus die hebben even diep gezeten als wij, maar zijn er dan terug uitgekomen. En dan Vlaanderen is die dikke blauwe streep. En als je dan kijkt naar Belgische verloop, dan zie je eigenlijk wat ik daar eerst al gezegd heb. Ik denk dat ik een nieuwe micro ga nodig hebben, want ik kan wel een tijdje luid spreken. Maar, het marcheert terug, dank u wel. Dan zie je eigenlijk het complete parallelverloop, dus 83% van de export komt vanuit Vlaanderen. Voor investeringen, dus onze tweede poot waarop Flanders Investment and Trade staat, stonden we in 2012 nog op nummer 5 voor het aantal investeringsprojecten. Je ziet na UK, Verenigd Koninkrijk trekt van nature uit investeringen aan van grote groeieconomieën die vroeger tot het gemene best behoorden. Dat is ook normaal. Het onderwijssysteem daar is ook afgestemd op het vroegere UK-systeem. Duitsland, Frankrijk, Spanje. Spanje in de lift omwille van het feit dat de loonkosten daar behoorlijk naar beneden gegaan zijn en dat het onroerend goed, inbegrepen het industrieel onroerend goed, serieus gezakt is. Maar we staan daar nog altijd voor Nederland, maar dat is 2012. Ik moet u eerlijk zeggen, 2013. Wat de concurrentie met Nederland betreft is een frustrerend jaar geweest, want ik ben denk ik minstens 20 projecten kwijtgeraakt aan de Nederlanders omwille van de fiscaliteit en de administratieve red tape, de moeilijkheid om in België en in Vlaanderen een bedrijf te kunnen vestigen. Wat betreft het aantal gecreëerde jobs, daar stonden we nummer 16, daar zullen we nu iets beter staan. Ik zal straks de cijfers voor 2013 uitleggen. Op het EU Industrial Scoreboard zegt men dat België een van de beste locaties is voor R&D-investeringen. Dat was in 2012. Ik ben toch wel wat projecten kwijtgeraakt, ook aan de Nederlanders, die nu een nieuw systeem, een soort welcome desk, en met een volledige vrijstelling van alle inkomsten uit patenten zijn allemaal belastingvrij, 100%. Bij ons is dat maar 80%. Financial Times heeft ons ooit de award gegeven voor strategie in 2011. En we zijn door de Europese Commissie aangeduid als European Entrepreneurial Region 2014. En dat is ook meteen waar we nu in 2014 volop gaan op inzetten om dat als een soort marketing tool te gebruiken. Volgende slide. Wat waren dan de cijfers? In 2013 hebben we 191 projecten binnengehaald, 4.100 jobs gecreëerd en de investering in totaal bedroeg 1,91 miljard euro. Dat is een stijging met 20% tegenover 2012. Ik zou daar niet meteen wild over triomferen, want er zijn heel veel investeringen door Vlaamse, maar ook door buitenlandse bedrijven die uitgesteld geweest zijn, die gepland waren 2008, 9, 10 en waar men op de rem is gaan staan en men heeft even getemporiseerd om te zien hoe de Europese economie er zich ging uittrekken en dan zijn die investeringen op gang gekomen. Wat ook merkwaardig is, is dat we veel meer projecten moeten begeleiden om aan het ongeveer hetzelfde aantal jobs te geraken. Dus ja, meer projecten, absoluut. Een klein beetje meer dan in 2012. Ik denk een 400 meer jobs gecreëerd. Maar we hebben veel meer, veel kleinere projecten moeten begeleiden. Nu, die 4.100 jobs die we binnenhalen. Iedereen weet wat nu staat te gebeuren bij Fort Genk.
Als men spreekt van 15.000 jobs die verloren gaan, met ons 4.000 jobs remediëren we wel een stukje, maar toch nog altijd niet helemaal. Wat zien we nog? We zien dat er toch nog altijd vrij veel geïnvesteerd wordt in productie in Vlaanderen, wat toch wel speciaal is. Meer expansie heeft te maken met het feit dat men dat een beetje on hold gezet heeft. En we zien ook meer investeringen komen uit Azië en uit het Midden-Oosten. Als je, daar straks heb ik de cijfers rond export gepresenteerd. Tussen 2002 en 2012 is de stroom van goederen wereldwijd, is het bedrag daarvan verdubbeld. Als je gaat kijken nu naar de buitenlandse investeringen, dat is op 10 jaar tijd verdriedubbeld. En wat zien we? Mature economieën zoals de onze, wij zijn een mature economie, verliest aandeel in de buitenlandse investeringen die hier gedaan worden. En je ziet dat bijvoorbeeld de BRICS in de lift zitten, maar ook Latijns-Amerika en Afrika. In Afrika, zeker Sub-Sahara-Afrika, is er op dit moment wel een en andere opportuniteit aan het ontstaan. We zijn trouwens een strategie daar rond aan het ontwikkelen. En Azië blijft ongeveer gelijk, dus daar is de hype ook wel een beetje voorbij. China, de economie zal iets minder groeien. De economie in India doet het niet optimaal goed. Maar de klassiekers zoals Zuid-Korea en Japan, die blijven wel, ondanks het feit dat de yen zeer veel koers verloren heeft. Volgende slide. Waarom zijn buitenlandse ondernemingen nodig? Dat is een vraag die deze morgen ook nog gesteld is. Wat het effect is van buitenlandse ondernemingen binnen een Vlaams economisch weefsel. Als je kijkt naar een studie van 2007 waar Vlaanderen en Brussel werden samengenomen, dan zag je dat op 820 productiebedrijven die er toen gecreëerd zijn, 9% van het totaal buitenlandse investeringen waren, maar die wel 50% van de tewerkstelling genereerden. Er waren 4.100 dienstenbedrijven, dat is 7,5% van het totaal aantal dienstenbedrijven, genereert 41% van de tewerkstelling. En als je dan gaat kijken wie is actief in R&D, 7% van de R&D gebeurt door buitenlandse bedrijven. In 2007, het zal nu al wel meer zijn, tegenover 1% van eigen firma's afkomstig uit Vlaanderen en Brussel. En dan zijn er toch wel heel belangrijke spillover-effecten, en dat is in een recente studie opnieuw bevestigd, naar kennis, naar manier van werken, de productiviteit past zich aan. Je gaat ook sneller exporteren omdat je in een internationale omgeving begint te functioneren. En je wordt innovatiever, omdat het onder invloed van bijvoorbeeld een heel groot buitenlands concern, denk aan een Nike, die nu een leercentrum, een trainingscentrum voor distributie heeft zal opzetten. Het is nog niet gebouwd, maar het zal er in 2016 zal het klaar zijn. Dat zijn hele belangrijke magneten eigenlijk ook voor onze Vlaamse bedrijven om hun technieken en productieprocessen aan te passen. Volgende slide. Wat gaan daar de uitdagingen zijn? Het zal niemand verwonderen dat er een hele grote concurrentie is in het aantrekken van buitenlandse investeringen. En dat we vaststellen dat er dus minder jobs per project gecreëerd worden. Dat wij destijds eigenlijk een beetje cutting edge waren als we met de notionele interest naar buiten kwamen, maar dat er nu wel een aantal landen zijn die ook remedies hebben gezocht voor te hoge fiscale druk. Fiscaliteit, ik heb het juist al gezegd, ik heb niet te zeggen aan de politiekers welke beslissing zij moeten nemen. Wat wel belangrijk is, is dat als een beslissing genomen wordt over een nominaal vennootschapstarief of over notionele interest, dat dat dan ook voor een langere periode stabiel blijft. Dat men dus niet om de 6 maanden om te scoren in de pers gaat zeggen dat het moet minder zijn of moet meer zijn. Men moet maatregelen nemen en men moet, you have to stick to your plan, zou Chris Peters zeggen. Je moet het dan ook volhouden voor een regeerperiode, want hoe meer onzekerheid je creëert, hoe minder bedrijven de neiging hebben om te investeren. Dat is zo voor onze Vlaamse bedrijven, dat is ook zo voor de buitenlandse bedrijven. De energiekosten, je hebt dat allemaal kunnen lezen. Ik dacht dat we de tweede duurste waren in gans Europa. Daar moet dringend iets mee gebeuren. En de administratieve knelpunten, die zijn erg voor de Vlaamse bedrijven. Wel, ik kan u verzekeren, voor buitenlandse bedrijven die dan nog ook een CEO
of personeel vanuit het buitenland naar hier willen laten komen, is het nog een veel grotere kalvarieberg. Ik had over laatst de Japanse ambassadeur op bezoek. Japan is de vierde grootste investeerder in Vlaanderen. Die mens heeft een uur tegen mij gezegd wat er allemaal verkeerd gaat. En ik schaamde mij diep toen die man buiten was. Maar natuurlijk, je mocht dat niet zeggen. Je moet dan zeggen dat dat allemaal in orde zal komen. Maar het is beschamend. Alleen al om een rijbewijs te krijgen, laat staan een toestemming om te kunnen werken. Volgende. Ja. Dat is een slide die een buitenlandse investeerder te zien krijgt als hij denkt van, oh, ik zou wel iets beginnen in Europa. Hè? En ja, welke landen komen er allemaal in aanmerking? Neem nu iemand die denkt van, ik ga een distributiecentrum opzetten in Europa, die gaat naar ons kijken, want we hebben toch wel drie zeer grote havens. En naar Nederland, want Rotterdam is meteen dichtbij onze grootste concurrent. En dan gaan ze gewoon kijken, bon, wat kost arbeid per uur? Bij ons 39 euro gemiddeld. In Nederland 20% goedkoper. Wat is de vennootschapsbelasting? 33,99 nominaal bij ons. In Nederland goedkoper. Men ziet wel dat er een aantal correctiefactoren kunnen zijn, maar hier staat al more favorable formulas via ruling. En dit is Ernst & Young, hè. Dat is niet iets wat ik zelf uitvind. En als je alles gaat bekijken, dan ga je zien dat we overal minder goed scoren. Op het eerste gezicht, dit is een puur nominale tabel. Tax Freedom Day, voor het geval dat je het niet zou weten, u werkt voor tot 5 augustus vooraleer u geen belasting. Dus u begint de 6e augustus met een frisse lei voor uzelf te werken. In Nederland kan dat al op 18 juni. Als u dit allemaal ziet, dan gaat u gewoon België uit uw lijst van mogelijke investeringslocaties doen. Vandaar dat wij eigenlijk onze strategie hebben veranderd. Dat wij eigenlijk op voorhand gaan kijken welke bedrijven zouden we absoluut willen hebben in Vlaanderen. En dat we die gaan bewerken vooraleer zij ook al maar denken aan investeren in Europa of iets opzetten in Europa. Omdat we minstens dan al dit kunnen corrigeren met de maatregelen die er zijn. Hè? Vrijstelling van bedrijfsverheffing voor onderzoekers, de notionele interest, de vrijstelling van inkomen uit patenten enzovoort enzovoort. De volgende slide. Nu onze organisatie, en daar kan ik kort doorgaan. Waarvoor opteren wij? Wij opteren eigenlijk voor experten in international business development. We hebben een buitenlands netwerk en een binnenlands netwerk. In elke provincie vindt u een FIT-kantoor. U vindt daar accountmanagers die dus naar uw bedrijf toekomen en uw vragen kunnen beantwoorden, als het gaat over export tenminste. Dus wij opteren ervoor om dicht bij de bedrijven te zitten en om werkelijk op maat dienstverlening te kunnen verstrekken. En we kiezen er ook voor om dicht te zijn bij de markten waarnaar u kan exporteren. We proberen heel doelgericht te zijn en we proberen heel flexibel in te spelen op economische opportuniteiten wereldwijd die er zouden kunnen zijn. En dat geldt zowel voor de mensen bij ons binnenland, buitenland, die kunnen elkaar aanvullen en als het moet ook elkaar vervangen. En kantoren, die worden elk jaar, wordt daar een optimalisatieoefening gedaan, want wij krijgen niet meer budget. Iedereen weet dat we moeten sparen en dat met de 6e staatshervorming we nog meer gaan moeten sparen. Dus wij moeten eigenlijk ons schaakspel met evenveel pionnen iedere keer weer verzetten en gaan kijken waar zijn de Vlaamse bedrijven nu het meest mee gediend, waar moeten we absoluut een kantoor hebben. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen 160 voltijds equivalenten, typische overheidstaal, in het binnenland en 192 in het buitenland. De FIT-kantoren binnen Brussel, provinciale kantoren. En daar vindt u 16 adviseurs internationaal ondernemen. Dat zijn dus uw accountmanagers, die zijn per provincie ingedeeld. En als u contact opneemt hier met het kantoor Leuven, vlak naast het station in het administratieve centrum, dan komen ze bij u langs op het bedrijf. Ja. En FIT-kantoren in het buitenland, ik ga daar heel kort doorgaan, dat zijn er op dit moment 101. We zitten dikwijls in ambassades, ook in Vlaamse huizen, soms ook op de privémarkt. We hebben Vlaamse economische vertegenwoordigers. We hebben technologieattachés, dat zijn er 5. Die zijn werkelijk
dedicated om bepaalde technologieën, want ik moet eerlijk zeggen, qua technologie, ik weet dat het soms anders in de kranten staat, maar wij staan werkelijk aan de top wereldwijd. We hebben ook een fantastische reputatie. En het is niet omdat ik in Leuven ben, want ik heb gehoord dat Samsung de loftrompet van iMac heeft geblazen, of hoe zeg je dat, of gezongen. Ik heb dat al 4 maanden geleden in een interview gezegd, dat als je met iMac ergens naartoe gaat, dat de deuren wijd open gaan, omdat men die expertise erkent. Dus die technologieattachés die zijn specifiek om die export, want ook qua export van hoogtechnologie blijven we nog wat achter om dat nog meer te promoten. Volgende slide. Dat is onze raad van bestuur. Omdat wij een zelfstandig agentschap zijn, hebben wij een raad van bestuur. Heel veel mensen van VOCA, van Unizo en dan allemaal bedrijfsleiders en dan 2 vakbondsmensen. En dat is wel belangrijk voor ons, omdat we dan de vinger aan de pols houden enerzijds, maar omdat jullie als bedrijven dan ook weten dat wij dicht bij jullie staan. Wij zijn geen administratie, wij proberen met jullie mee te denken en met jullie mee te groeien. Dat is heel belangrijk als boodschap. Volgende slide. Dus ik heb het al gezegd, wij hebben experten in export, dus wij opteren voor een direct contact, voor een individueel advies van gespecialiseerde mensen die een goed netwerk hebben. Heel belangrijk, zeker in het buitenland, want u komt daartoe en u weet niet waar u naartoe moet. Wel, onze mensen kunnen u helpen. En u ziet de vragen van de bedrijven, een kleine 18.000 in 2012. Het zal voor 2013 iets meer zijn, volgende slide. En wij denken dat we aanbieden wat de bedrijven het meeste nodig hebben. En uit de klantentevredenheidsenquête is gebleken dat zij het meest behoefte hebben aan het de juiste partner vinden in het buitenland. Als je ziet, het aantal B2B's verleden jaar, daar is het wel aan aangepast. In het buitenland is een kleine 5.000 die wij gerealiseerd hebben. Dus dat wil zeggen, u zegt, ik wil zeg maar iets naar Rusland. Misschien is dat nu een slecht voorbeeld. Allee, laat ons dan Hongarije nemen en u wilt daar op voorhand weten wie zijn mijn potentiële klanten, wie zijn mijn potentiële distributeurs of u zoekt een agent enzovoort. Wij gaan voor u al die afspraken maken. U krijgt een individueel afsprakenprogramma. Wij proberen ook relevante info te geven. U kan de basisinfo vinden op de website, maar wij beantwoorden ook individuele vragen. Dat zijn die 17.000 van daarnet. Wij organiseren een aantal acties, dus dat zijn groepstanden op een aantal beurzen, een aantal zakenreizen, waaronder de meest zichtbare natuurlijk de missies zijn, nu geleid door de prinses, vroeger door onze huidige koning. Vorig jaar waren dat 146 acties, herinner u met hoeveel mensen dat we dat doen. En we geven ook subsidies voor prospectiereizen enzovoort. Dat is een kleine, een 6 miljoen daarvoor, dank u wel. Behandelen we 3000 dossiers per jaar. We doen dat met 10 mensen, dus dat geeft u ook een idee van de workload. Dus als u soms iets langer op een antwoord moet wachten, dan weet u waarom dat is. Er is ook €445.000 in KMO-portefeuille. Dat is een soort, ik noem dat een protonsysteem, voor export, consultancy eigenlijk, komen wij tussen tot de helft van de kosten. Dus u betaalt de helft en wij betalen de helft van de kosten van een exportmanager enzovoort enzovoort. En dan zijn er nog een aantal projecten in de MOL-landen, de zogezegde ontwikkelingslanden. En dat gaat over haalbaarheidsstudies en over het leveren van uitrustingsgoederen. Volgende slide. Dat is één waar ik heel graag mee uitpak. Mijn collega's vinden het iets minder prettig binnen de Vlaamse overheid. Wij zijn verplicht volgens onze beheersovereenkomst om de 3 jaar een tevredenheidsenquête te doen. En we hebben die dus vorig jaar gedaan en 96% van onze klanten is tevreden tot zeer tevreden. Belangrijk. Ook heel belangrijk dat, dat we een goede indruk geven, dat is al iets, hè? Maar vooral dat zij vertrouwen hebben in ons. En dat, dat is eigenlijk het plezierigste wat je kunt meemaken, want het is ook daarvoor dat we het doen, omdat de bedrijven resultaten zouden hebben en als ze blij zijn met onze dienstverlening, dan is dat prima. Volgende slide. Voor
de buitenlandse directe investeringen hebben we eigenlijk een salesforce. Ik heb u dat al uitgelegd, we gaan heel doelbewust een aantal bedrijven gaan benaderen. We doen doelgerichte acties, wat wil zeggen, we doen roadshows naar bepaalde landen met bepaalde technologieën. We doen dat niet alleen, we nemen een aantal specialisten mee. Specialisten in technologie of specialisten in automotive en een aantal consultants, een aantal banken, kredietverzekeraars enzovoort. En wij positioneren ons, we zeggen toch, maar ik denk dat dat ook wel waar is, dat wij een partner zijn met ervaring, dat wij werkelijk een soort VIP begeleiding kunnen geven vanaf het project van de investering in Vlaanderen tot aan de realisatie ervan. We doen dat niet alleen, we doen dat ook met de collega's van Agentschap Ondernemen, die dan gaan zoeken naar de plaats waar moet geïnvesteerd worden en gaan proberen van de administratieve rompslomp tot een minimum te herleiden. Dus wat gaan we doen, die targetbedrijven? Ik heb u dat al uitgelegd. U moet goed weten dat een gemiddeld investeringsproject 2 jaar in beslag neemt tussen eerste contact en wat wij een lead noemen en de werkelijke investering. Door de ganse financiële crisis zitten we nu aan een gemiddelde doorlooptijd tussen de 4 en de 5 jaar. Omdat iedereen zijn investeringsplan on hold heeft gezet. Je ziet, we hebben 379 projecten begeleid in 2013. Herinner u het cijfer van daarjuist, we hebben er 192 binnengehaald. Dus u ziet dat we heel veel inspanningen moeten doen om eigenlijk een goed resultaat, maar toch nog altijd beperkt tegenover de inspanning te hebben. Slimme specialisatiestrategie, u zal dat al gelezen hebben. De Vlaamse overheid, de Vlaamse regering heeft beslist om dus binnen het nieuw industriebeleid een aantal clusters te gaan definiëren en naar een slimme specialisatiestrategie te gaan, naar een transitie van onze maakindustrie. En wij spelen daarop in door te gaan kijken, door kloofanalyses te laten maken, door externe experten. We hebben nu al de chemie, de biotech en de advanced materials in kaart gebracht. En wat is daar de bedoeling van? De bedoeling is om te gaan kijken waar eigenlijk in de waardeketen er gaten zijn, kloven zijn, die kunnen ingevuld worden door buitenlandse bedrijven die we gemakkelijk kunnen identificeren. Dankzij de bijvoorbeeld de kloofanalyse chemie hebben we op 6 maanden tijd een Japans bedrijf binnen de chemiecluster Antwerpen kunnen binnenhalen. Dat er anders misschien ofwel nooit zou aan gedacht hebben, ofwel zou het ook, in Japan duurt het nog iets langer, 3 à 4 jaar geduurd hebben vooraleer die er kwamen. En we doen ook heel concrete business proposals. Dat wil zeggen, de bedoeling is dat er een eerste gesprek is met de CEO, de CFO of de COO, maar dat we dan bij het volgende gesprek werkelijk met een persoonlijk dossier gaan waar mogelijke locaties, waar de fiscale ruling, waar de mogelijkheden tot eventueel leveranciers, logistieke problemen, distributiecentra enzovoort, alles werkelijk als een concrete en op maat gemaakte dossier kan overhandigd worden. Ja? We doen niet alles alleen, uiteraard. We hebben een aantal convenanten, Uniso en Voca, Agoria, Antwerp World Diamond Center, Fevia, Fedustria, noem maar op, heel veel convenanten. Wij werken ook heel goed samen. We denken dat er complementariteit is. Dat wij beginnen waar de anderen stoppen, met de duidelijke bedoeling om niet te concurreren met consultants uit de privé. Wat wij doen zijn diensten van algemeen belang. De export, dat doet u zelf. En wil u bijvoorbeeld ergens een bedrijf vestigen, dan zal u dat doen met een lokale advocaat of consultant. Niet met ons, zo ver gaan we niet. Projectfinanciering naar de convenantpartners toe. Als zij projecten hebben die aanvullend zijn op ons programma, kunnen wij die ook financieren. En die zijn nu volop aan de gang, zijn de werkraden. Dat is waar we een overleg hebben met FOCA, met Uniso, met al onze partners, om te weten, kijk, voor het programma 2015, welke zijn de prioriteiten van jullie bedrijven? Zeg ons aan welke beurzen dat je wilt deelnemen, naar welke landen dat je graag zou willen gaan, enzovoort. Dus, en dan, op basis daarvan, stellen we dan ons programma 2015 klaar, samen. Dat zou moeten klaar zijn tegen eind juni. Het zal een beetje scherp worden, maar we gaan het toch proberen. Ja. En dan de middelen, want daarjuist heeft iemand mij al gevraagd, en hoeveel krijg je dat om dat allemaal te doen? Wel, ik zal het u tonen. Je ziet dat we daar een dipje gehad hebben met de besparing. We zitten nu aan 42 miljoen werkingsdotatie.
aan een 12.000, aan een 12 miljoen, 12.000, maar 12 miljoen subsidiebudgetten. Dus ja, het moeilijk gaat ook en meer doen met minder zijn de slagzinnen op dit moment. Vind ik dat voldoende? Nee. Is het realistisch om meer te vragen? Nee. Dus ik deel het maar mee, maar interessant is de volgende slide. Mijn collega's, mijn Waalse collega's, waarmee ik een uitstekende samenwerking heb, want wij werken echt wel heel goed samen met AWEX en met Brussel Invest en Export. Maar, dus zij zijn goed voor 14% van de export van België. Die hebben toch wel iets hoger budget. Die hebben 80 miljoen euro. Zij hebben een dikke 100 mensen meer lopen, ook in het binnenland. Want ik heb al mijn besparingen doorgevoerd op het personeel binnenland toen dat moest. Omdat voor mij het buitenlands netwerk het belangrijkste is voor de bedrijven. Natuurlijk, aan alles komt een eind. Je kan niet blijven sparen. Als je ziet hoeveel acties wij doen met de mensen die er in Brussel zijn, dan is dat vrij veel. Personeel buitenland zijn we ongeveer gelijklopend. Maar wat ook interessant is, dat is eens te gaan kijken naar de volledige Vlaamse begroting. FIT krijgt 0,19% van de totale Vlaamse begroting. Als we gaan kijken samen met de collega's van het departement Internationaal Vlaanderen, Ontwikkelingssamenwerking en Toerisme Vlaanderen, dan zitten we aan 0,6%. Als we gaan kijken naar het beleidsdomein Economie, Wetenschap, Innovatie, 4,5%. Natuurlijk, het leeuwenaandeel hieruit verdwijnt naar onderwijs, wat ook niet abnormaal is. Maar 0,19% voor toch wel een sleutelpositie binnen de Vlaamse economie lijkt ons misschien niet helemaal toereikend te zijn. Maar goed, wordt vervolgd, dat is iets voor de nieuwe regering. En op dit moment hebben we er nog geen, dus kan ik ook nog geen pronostieken maken. Wat we wel belangrijk vinden is dat de middelen voor internationaal ondernemen heel sterk verspreid zitten. Hè? Want het cijfer dat ik u toon is het cijfer wat FIT onder eigen beheer heeft. Maar zowel mijn collega's van Agentschap Ondernemen als van iMinds, Flanders Cleantech enzovoort, die hebben ook allemaal middelen voor internationaal ondernemen. En mijn bedoeling is helemaal niet van een vijandig overnamebod te doen naar mijn collega's. Dat ligt niet in mijn natuur. Maar wel om te zeggen dat het belangrijk is dat en met de universiteiten en met de strategische onderzoekscentra en met alle agenten binnen de Vlaamse overheid één strategie bepaald wordt, de neuzen in dezelfde richting en dat we wel het overzicht moeten behouden. Want het kan moeilijk dat ik een of andere collega toevallig tegenkom in Vietnam met een aantal bedrijven, terwijl dat men dat bij Flanders Investment en Trade eigenlijk niet weet. Dus dat is iets waar we een coördinatie moeten gaan trekken, heel duidelijk. En die middelen dan ook complementair kunnen inzetten in plaats van af en toe eens concurrentieel. Volgende slide, de toekomst. Wij zullen blijven ijveren om bedrijven competitiever te maken in die geglobaliseerde economie. Wij gaan vooral proberen om de welvaart in Vlaanderen op peil te houden of te verhogen, laat het ons hopen, door jobs te creëren en de juiste bedrijven naar Vlaanderen aan te trekken. Hoe doen we dat? Daar heb ik al gezegd, daar mocht je doorgaan, want anders ben ik nog uren bezig. Dit is mijn passie. Dus en dan zijn er vragen. En er is nog ergens een micro in omloop. Ik heb er ook een aantal schriftelijk gekregen, maar waarvan ik waarschijnlijk al een deel beantwoord heb. Ik zal het u voorlezen, de vragen. Want de vraag. Ik heb er al een overgeslagen, het begint goed. Voilà. Er was een vraag die luidde als volgt. Is er in Vlaanderen nog ruimte voor industriële productie of moeten we voluit gaan voor een kenniseconomie en onderwijs daarop instellen? En met een specificatie wordt nieuw industrieel beleid ook uitgespeeld naar potentiële buitenlandse investeerders. Ik denk het eerste deel van de vraag moet er helemaal gegaan worden naar kenniseconomie.
Nee, wat we wel moeten doen is een soort transitie. Wij moeten blijven proberen om productie hier te houden, maar productie die realistisch kan gehouden worden, die niet noodzakelijk alleen afhankelijk is van loon. Maar we gaan ook moeten kijken hoe we dat op een andere manier kunnen organiseren. Kenniseconomie zal zeker het verhaal van de toekomst zijn. En het is voor onderwijs, ik ben een grote verdediger van ook internationalisering van het onderwijs, om die mindset ook naar later toe te verhogen. Maar onderwijs is daarbij, denk ik, de kern. We scoren op dit moment vrij goed. Een aantal universiteiten scoren eigenlijk heel goed op internationale standaard. Maar eigenlijk kunnen we dat inderdaad nog beter doen. Je mag niet vergeten, we staan voor toch wel een aantal fameuze uitdagingen die nieuwe behoeftes creëren. Ik denk maar, en iedereen leest het in de krant, vergrijzing, uitputting van grondstoffen. By the way, wij hebben er geen meer grondstoffen. En bijvoorbeeld klimaatproblemen enzovoort. Dus we gaan werkelijk naar een transitie moeten gaan, naar nieuwe technologieën, naar nieuwe soorten productie. Het is de innovatie die ervoor zal zorgen dat onze economie competitief blijft. Daar ben ik wel van overtuigd. En dan was er nog een vraag over: op welke manier kan fitbedrijven ondersteunen die naar het buitenland gaan? Ik denk dat dat min of meer beantwoord geweest is in de loop van mijn presentatie. Tenzij dat daar nog echt specifieke vragen over zijn. Kan, hè. Nu of straks tussen pot en pint. Dan is er ook een vraag: hoe kunnen lokaal actieve bedrijven het hoofd bieden aan buitenlandse concurrentie? Ik denk in de eerste plaats door wakker te blijven en rond te kijken en u vooral goed te informeren wat uw concurrentie aan het doen is. Maar ik denk dat onderzoek, onderwijs, innovatie, investeren in de toekomst en zeker internationalisering de ingrediënten gaan zijn om concurrentieel te blijven. Los van de problemen, wat ik noem de knelpunten, die er zijn qua kostprijs, maar ik denk dat we daar vooral gaan moeten op inzetten. En dan kijk ik terug naar de universiteiten, voor een groot deel naar de onderzoekscentra. Dat is echt wel de kern van het verhaal. Volgende vraag: welke troeven haalt FIT aan om buitenlandse investeerders naar Vlaanderen te trekken? In de eerste plaats de ligging. Location, location, location. Wij zijn heel centraal gelegen. We hebben echt fantastische havens. Wij liggen in de kern van wat wij in het vakjargon de Blue Banana noemen. Als je de Europese kaart zou nemen en kijken waar de consumptie het grootst is, dan zou je zo'n blauwe banaan kunnen tekenen. En wij liggen daar middenin. Dus dat wil zeggen dat ongeveer 70% van uw potentiële consumenten binnen one day truck drive liggen. Dus je bent in een straal van 550, 600 kilometer heb je ongeveer 83% van de consumenten van Europa liggen. Dat is een serieus argument. En meer nog, we hebben eigenlijk een zeer goede infrastructuur, ook naar binnenwateren toe. Wegen en luchthavens, daar spreek ik op dit moment niet te veel over, want onze wegen zitten redelijk vast en onze luchthavens, daar mogen ze niet vliegen tussen 12 en 5 uur 's morgens, waardoor we vrij veel verliezen. Hè. Voor alle duidelijkheid, we verliezen vrij veel cargo op 's avonden ten voordele van concurrerende luchthavens, precies omwille van die nachtvluchtenverhalen en de routes om op te stijgen en te landen. Het menselijk kapitaal is nog altijd een argument. Een hoge productiviteit en zeer goed opgeleide mensen. Alhoewel dat we bijvoorbeeld, we hebben het gisteren er nog over gehad, Jan, als het gaat over ingenieursopleidingen, eigenlijk hebben we er te weinig. Maar dat is een algemeen probleem, behalve in India, waar aan één universiteit 300.000 studenten, ingenieurs afstuderen per jaar in Pune. Ja, dat soort mensen, als wij 300.000 man op één universiteit zouden moeten krijgen, dan denk ik dat we logistieke problemen gaan hebben. Maar er is dus wel hetzelfde verhaal in Silicon Valley. Toen ik met de CEO van Cisco daarover sprak, die heeft net hetzelfde probleem als wij. Maar dus toch nog altijd die zeer goede reputatie van ons onderwijs.
Dan de tax incentives, de notionele interest, de patentering, ondersteuning voor ecologische producten, dus strategische transformatie, steun voor milieutechnologie, enzovoort enzoverder. We spelen volop onze clusters uit, dus welke zijn die clusters waar de Vlaamse overheid zo op inzet? Automotive, de chemie, de life sciences, de hernieuwbare energie, de logistiek, de ICT, de voeding en de textiel. Dat wil zeggen dat we ook kunnen uitpakken met een aantal onderzoekscentra. En bon, in Leuven spreek ik graag over IMEC, maar ook over VIB of over iMinds. Dat zijn ongelooflijke visitekaartjes wereldwijd. Dan de clusters, Flanders Drive, Flanders Mechatronics, dan DSP Valley, ook van Leuven uiteraard. Het VIL, dus Flanders Instituut voor Logistics, Flanders Care, meer en meer. En dan de beoordelingen, bijvoorbeeld van de Financial Times of van de Cushman & Wakefield, die zegt dat wij de beste logistieke ligging hebben van gans Europa. Nou, ik lees dat graag, het kost niks, maar het brengt wel op. Dus dat zijn de argumenten waarmee wij de investeerders naar hier halen. En dan was er een vraag naar de sporttechnologie. Wie ging mee op handelsmissie naar Brazilië om contracten voor het WK voetbal in de wacht te slepen? Ik moet zeggen, we zijn daar van 2010 mee bezig. In 2010 was er een prinselijke missie en dan hebben we in Belo Horizonte in de staat, voor de staat Minas Gerais een ronde tafel georganiseerd met bezoek aan het stadion enzovoort, waar de Belgian Sports Technology Club van Agoria aan heeft deelgenomen. En van daaruit zijn die eerste contacten begonnen. En eigenlijk al de onderhandelingen voor een aantal contracten, want bon, we konden wel iets tonen. We hadden iets in China gedaan, we hadden redelijk wat gedaan toen al in Qatar en in de Emiraten en in Saoedi-Arabië. Dus we hadden al wel een palmares wat we konden tonen. We zijn dan met Chris Peters teruggekeerd in 2011 en dan zijn we bij de beslissers gegaan. De besturen van Sao Paulo, van Rio de Janeiro, die moesten beslissen over waar die stadia gingen komen en hoe dat ze er gingen uitzien. Dat was niet oninteressant, want we hebben daar toen al een contract kunnen tekenen voor Desso, de fameuze grasmat. Dat was al in Sao Paulo voor de openingswedstrijd Brazilië-Kroatië. Staat gelukkig op mijn papier, want anders zou ik het niet weten. En we hebben dan toch wel verschillende vergaderingen gehad en een aantal memorandums ondertekend. Maar als we zien, het zijn dan verder onze Vlaamse economische vertegenwoordigers samen met de Belgian Sports Technology Club van Agoria die het uiteindelijk hebben binnengehaald. Barco, voor het, en jullie gaan het allemaal weten, het Maracanã Stadion in Rio de Janeiro met allemaal LCD-schermen. B-kaart voor de volledige veiligheidsomheining van 6 stadions. EVS televisiediensten. Dan outside met 80 medewerkers en 70 camera's. Voor de captatie van de matchen in Cuiabá, Curitiba en Manaus. Philips Belgium voor de verlichting in de stadia van 9 speelsteden. Schreder, Waals Brussels bedrijf origineel, maar ook met een zetel in Vlaanderen. Ook voor de verlichting van een reeks stadion en Skyline Optics Telecommunicatie, de uitrusting in 4 stadions. Dus ik denk dat we daar goed geboerd hebben en als dat nu ook nog perfect verloopt, want we hebben niet alleen voor het WK meegedaan, maar ook voor de Olympische Spelen en voor de Pan American Games, die ook zullen plaats hebben in Brazilië. Ik denk de een in 2016 en de ander 2017. Dat waren de schriftelijke vragen, dus als er nu nog in de zaal vragen zijn, ik ga ondertussen wel een beetje water drinken. Want... Meneer Vriends. Ja. In de cijfers die je toont, in hoeverre weegt de diamantsector door, die bekend staat natuurlijk voor zijn grote exportcijfers, maar in mijn ogen toch een kleine toegevoegde waarde. Ja, de diamant staat eigenlijk als vierde van onze exportproducten. Vertekent dat de cijfers, de toegevoegde waarde, is niet zo klein. Je moet rekenen dat er ongeveer 9 miljard euro
aan ruwe diamant binnenkomt. Voor alle duidelijkheid, alleen de ruwe diamant boven, die kan gesneden worden boven 1 karaat, komt naar hier. De rest gaat naar Mumbai. En binnenkort waarschijnlijk ook naar de Emiraten, want er is veel concurrentie. Dat heeft natuurlijk een gigantische invloed als je het ziet bij de exportcijfers, maar ook bij de importcijfers. Minerale producten, je ziet dat. Vertekent dat het beeld? Er is nog altijd een fameuze industrie, een diamantindustrie in Antwerpen, waarvan de meerwaarde toch niet onaanzienlijk is, vooral qua tewerkstelling. Wat wel is, is dat we een periode gekend hebben waarin heel veel, ik zou zeggen, schijnvennootschappen, satellietvennootschappen werden opgericht die niet meteen een toegevoegde waarde hadden. Maar ja, het exportcijfer wijzigt daardoor en vergeleken bij een gewone maakindustrie of een dienstensector ga je effectief minder toegevoegde waarde terugkrijgen. Dat is juist. Maar bijvoorbeeld op dit moment is er grote onrust, want 3 miljard euro ruwe diamant wordt vanuit Rusland geïmporteerd en op dit moment komt daar niet zo heel veel binnen, heb ik begrepen. Dus het is een beetje afwachten. U had het daar straks over 20 projecten die we verloren hebben aan Nederland. Kan u daar een beetje kaderen over hoeveel projecten gaan bestaan? Ja, mijn grootste frustratie is Tesla, hè? De elektrische auto's natuurlijk. En daar hadden we met Flanders Drive toch wel serieus kunnen scoren. En we waren daar in pole position en dan onderuit gehaald. Kijk, een van de keuzes die wij Vlamingen maken is van de regels toe te passen zoals het hoort. Je kan daarvoor zijn, je kan daar. Ik zeg altijd, de Vlamingen zijn katholieker dan de paus. Er zijn andere landen en regio's, niet zo ver hier vandaan, die een aantal alternatieve financieringen die de Europese regelgeving omzeilt, in het leven hebben geroepen. En natuurlijk, als zij die aanwenden om zoiets binnen te halen, daar kan ik niet tegenop. Want 1, ik heb die centen niet. En 2, ik zou het ook niet mogen doen. Mijn Waalse collega's zijn daar ook heel sterk in alternatieve financiering. Maar goed, de Fransen zijn daar ook zeer actief in. Wij zijn degene die de regels toepassen. Dus ja, maar Tesla vind ik echt het meest frustrerende van alle projecten die we kwijt zijn. Wat mij ook zeer erg frustreert is een delocalisatie vanuit Wallonië van een distributiecentrum van Johnson & Johnson. Wat historisch natuurlijk eigenlijk van ons is, hè? Dat is Janssens Pharmaceutica, kom aan. En die zijn net over de grens naar Nederland gegaan, omdat het daar goedkoper is. Dat frustreert mij grenzeloos. Maar goed, ik zal het nog wel terug hebben. Maar nog, ik had daar nog iemand die een vraag wou stellen, achteraan, helemaal achteraan, of niet, mevrouw? De helft van de medewerkers, als ik hier heb gegeven, die werken in het buitenland, in Groningen, is dan horen. Hoe bewaakt u de kwaliteit van de dienstverlening in al die verschillende landen en verschillende mensen? Ja. Dat is een hele opdracht, want leiding geven op afstand is heel moeilijk. En kwaliteitsnormen doorvertalen naar mensen die dikwijls voor heel lange tijd weg zijn en die een beetje voeling met Vlaamse bodem en met dat katholieker zijn dan de paus zouden kunnen verliezen, dat is inderdaad zo. Nu, het is zo dat zij allemaal 2 keer per jaar terugkomen, sowieso. En dat zij allemaal een planning hebben waarin heel duidelijke doelstellingen, cijfermatig, maar ook qua kwaliteit, bepaald zijn. En dat zij daar ook elk jaar op geëvalueerd worden. Maar het is een permanente monitoring. Zij moeten permanent ons CRM-systeem voeden. Dus iedere keer een bedrijf met een contact neemt, moeten zij ook doorgeven binnen welke termijn en welk soort antwoord zij gegeven hebben. Er is ook een jaarlijkse bevraging van onze klanten, zowel dus die van de Vlaamse bedrijven als in de posten waar we ook werken voor Waalse en Brusselse bedrijven, waar die kwaliteit wordt afgetoetst. En af en toe haal ik wel een aantal steekproeven eruit om te zien of het oké is. Maar het is inderdaad een permanent monitor. Ik moet u nu wel zeggen, na de laatste evaluatieronde heb ik 3 mensen ontslagen in het buitenland. Mijn naam is Thomas Jans, ik ben de voorzitter van het acquisitieplatform hier in Vlaamse.
contractjes voor onze beste trade en het agentschap ondernemen. Als ook ja, Brussels Airport en IMEC enzovoort. En wij bespreken samen hoe we gerichter buitenlandse besteders naar Leuven of de regio rond de luchthaven kunnen aantrekken. Nu, ik hoor in uw verhaal dat wij bijvoorbeeld een paar projecten verliezen aan Nederland. Onder meer doordat zij een welkomdesk hebben. Nu, ik vraag mij concreet af dan, wat is het verschil tussen een welkomdesk in Nederland dan en wat dan de accountmanagers van FIT doen? Het gaat eigenlijk veel breder. Ze hebben dus recent het agentschap NL en EVD enzovoort, ze hebben dat allemaal opgedoekt. Ze hebben een ministerie van ondernemen gecreëerd, dat dus alles wat maar met ondernemen te maken heeft, groepeert. En zij hebben de mogelijkheid om de volledige administratie, dus visum, werkvergunning, milieuvergunningen, bouwvergunningen enzovoort, zelf te begeleiden. En ze doen dat dan nog in de taal van degene die komt om te investeren. Gratis. Maar wij doen het ook gratis. Alleen hebben wij dat dus niet. Er is ook wel een probleem. Wij zijn een zeer ondernemende regio, maar we lijden ook een beetje aan territoriumdrift. Iedereen, hè, ik ben van Gent en jij bent van Leuven, en we vinden alle twee dat het best is bij ons. Het zou goed zijn mocht men bijvoorbeeld zeggen dat de cluster rond Leuven is wat hij is, met de sectoren die daar ook bij horen, in zoverre natuurlijk dat dat de werkstelling garandeert enzovoort. Misschien moet Oost-Vlaanderen dat ook doen, West-Vlaanderen dat ook. Je hebt gezien wat we met het strategisch adviesplan Limburg in het kwadraat hebben gedaan. Ook daar is een acquisitieplatform, want daar wordt nu ook een tandje bij gestoken, ook financieel natuurlijk. Misschien moeten we op het kleine territorium dat we hebben een aantal keuzes maken en niet overal willen proberen van dezelfde clusters overal te vestigen. Ik denk dat dat een van de basisproblemen is. De Nederlanders die zijn daar iets minder gecompliceerd en zo. Het is Rotterdam, het is Amsterdam en al de rest is... Eindhoven, vergeten ook al dat nu alleen. Onze fameuze triangel. Maar dat is een van de voordelen. Maar het gaat ook vooral om het competitieve. Hè. De tarieven liggen gewoon beter. Hè. Ik ben Roland Termans, ik ben wat actief in start-up milieus. En ook mijn vraag is eigenlijk of dat jullie daar een bepaald actieplan hebben richting start-ups. Want wat we dikwijls meemaken is dat er eigenlijk heel dikwijls gekeken wordt over de plas. En dat er ook heel veel daar aansluiting binnen via privéfinanciers om die sprong te wagen. En dat het fit daar eigenlijk heel weinig, heb ik nog weinig tegengekomen. Dus de vraag is eigenlijk, ook omdat het maakt me wel een rust, want je spreekt over de werkstelling. De werkstelling is daar eigenlijk minder aan de orde. Is dat dan lagere prioriteit in dossiers of heeft u daar speciale acties voor? Nee, de start-ups worden in principe begeleid door de FOCA's, de Unizo's en door het agentschap ondernemen. Zolang als er geen sprake is van internationaal ondernemen, gaat u ons inderdaad niet zien. We hebben wel een speciaal programma lopen voor startende exporteurs. Dat is een klein beetje andere focus. We hebben verleden jaar met Unizo Asia for Beginners gedaan. Dat was een heel intensief trainingprogramma, dus een beperkte groep. We doen nu hetzelfde USA for Beginners. Maar het probleem met de ondernemingen waar u naar verwijst, dat kijken over de plas, inderdaad, ze gaan zich dan vestigen in de regio rond Silicon Valley. We hebben bijvoorbeeld een soort incubator in San Francisco. De volgende stap is dat ze ingekocht worden natuurlijk. Dat is. Je hebt natuurlijk de Bond Globals die eigenlijk van om het even waar uit bepaalde diensten en zelfs producten kunnen aanleveren. En je hebt dan degenen die hier honkvast zijn. Dus daarvoor een algemeen programma uitbouwen, maar we hebben wel een focus op alles wat gerelateerd is aan hoogtechnologie. Het is daarom dat we ook een technologieattaché Los Angeles hebben, die gespecialiseerd is in ICT-mechatronics. Nog vragen? Alles is duidelijk. Oké.
mag ik de micro dan aan de voorzitter geven. Dank u wel. Dank u. Mevrouw, hartelijk dank. U bent een straffe madame. Ik moet opletten natuurlijk wat ik zeg hier met heel wat dames toch aanwezig. Ik wist dat dames zeer verbaal goed zijn, uitstekend, maar ik heb ook gezien dat op het gebied van wiskunde, dat u zeer goed met cijfers op kunt. Het was een prachtig exposé. Ik denk dat wij toch als Vlaanderen heel wat troeven hebben. We moeten daar durven mee uitkomen naar het buitenland toe. Ik ben ook heel vaak in het buitenland en ik tracht altijd positief te zijn over onze gemeenschap. Maar ik denk dat u ook nog een deel werk zult moeten doen intern. Want als ik het zo zie, naar de politiek toe, is daar toch nog wel wat werk te leveren. En misschien is een van de eerste prioriteiten ook wel nog even met uw baas te praten. We willen u hartelijk danken vandaag. Aan de vorige sprekers Van Rompuy en Peters hebben we iets gegeven als geschenk dat in de relatie was met voetbal. We hebben wijselijk besloten van dat niet te doen vandaag en we gaan u straks bloemen en een pakketje wijn geven. Van Rompuy, ik weet niet of dat zijn kleinzoon nog speelt met de bal van Oagel. Ik weet niet of dat Peters momenteel nog rondrijdt met het truitje van Oagel, maar in elk geval, ik hoop dat u een goede herinnering heeft aan dit exposé hier vandaag. Wij zouden, en men heeft dat gevraagd aan Veronique en mij, graag nog even iets zeggen over de situatie van Oagel en wat gebeurt er met de Brabant Club en de Business Club. Ja. We weten natuurlijk dat na de degradatie, dat we een paar moeilijke momenten hebben meegemaakt en het komt er nu op aan om de turnaround te organiseren. Opnieuw met een perspectief om de top 5 te halen in tweede klasse en zo snel mogelijk terug te gaan naar eerste. En wij hopen dat de supporters en ook de sponsors ons blijven steunen. En daarmee hebben we dus twee nieuwe pakketten gemaakt en ik zou daar graag even iets over toelichten. Voor de businessclub blijft het concept staan zoals het is, met daarbij voornamelijk zeer veel netwerking. En we hebben ondertussen heel veel mensen die vrienden geworden zijn, of waar dat er ook business mee gedaan is, gedurende de matchen en nadien. Het pakket zal verder 7 evenementen bevatten, met 5 topmatchen en 2 buitenevenementen. En de bedoeling is ook dat we daarin de 2 seats en de 2 abonnementen behouden. Maar ook iedere keer een gast all-in kunnen uitnodigen. En het pakket zal €2.750 bedragen. En als u inschrijft voor 15 juli, zal dat €2.500 zijn. Dus we komen terug met, u krijgt meer dienst. En wij komen terug met de prijs. We willen het niveau van de sprekers en van de evenementen zeer goed houden. En we hebben al een aantal hele goede ideeën om opnieuw een speciale datingsessie te organiseren. Ja. We hopen dus echt op steun voor de businessclub. En voor de Brabant Club gaat Veronique iets toelichten. Dank u wel, Michel. Ja, we gaan misschien wel eventjes naar tweede klasse, maar netwerken dat blijft hier altijd op eerste klasse niveau. Dat was voordien ook al het geval. Voor de Brabant Club, waar we ons vooral richten op KMO's en zelfstandige ondernemers, hebben we de formule een beetje aangepast. We bieden nog steeds 2 abonnementen voor een volledig seizoen. Dat was dit jaar ook al het geval. De 5 wedstrijden waar we de Brabant Club voorafgaand aan de wedstrijd uitnodigen, gaan we tapas voorzien. Dat is een lichtere formule dan dit jaar, maar de Cava Bar en de DJ na de wedstrijd die blijven behouden en dat was meestal het grootste sfeermoment en ik denk dat de businessclubleden dat ook kunnen bevestigen. En uiteraard blijft de exclusieve toegang tot de Stella Artois Lounge voor het hele seizoen ook behouden en dat bieden we aan voor een deelnamebijdrage per lidmaatschap van €850. Dus ik zou zeggen voor alle KMO's en zelfstandige ondernemers in de zaal, we hopen jullie zeker volgend seizoen ook terug te zien en ik geef graag u het woord aan Michel. Ik wil ook nog een keer absoluut
de mensen van VOCA, VKW en Unizo danken voor de steun. We zien eigenlijk ook uit de bijdrage van mevrouw Tillekaars vandaag dat samenwerken nodig is.